Deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door Laka. Ik ben Jules de Kok en ik ben Nederlands kampioen strandracen. Jazeker, dit is Jules en dit ben ik. Druk bezig mijn fiets door het midden te zagen. In de eerste aflevering van deze serie waarin ik mij volledig toeleg op het strandracen en toewerk naar het NK, dook ik het diepe in en deed ik zonder voorbereiding of dedicated strandfiets mee aan mijn eerste topcompetitiewedstrijd. En dat ging... Dat was echt superleuk. Ja? Ik had echt een shocker van een slechte dag. Nou, best oké eigenlijk. Maar ik wil meer. Te beginnen met het juiste materiaal. Dan ben ik afgereisd naar het hoofdkwartier van mijn sponsor Canyon in Nederland en heb ik afgesproken met de Nederlands kampioen om een NK-waardige strandfiets op te bouwen en een masterclass te krijgen. Hoe bouw je een strandfiets? Je gaat er nu achter komen. Strandracen is een beetje een combinatie van allerlei wielerdisciplines. Het lijkt een beetje op veldrijden, het lijkt een beetje op mountainbiken, het lijkt een beetje op wegwielrennen. Het is een must-start event, een beetje zoals de gravel is. Het is in de winter, het is vaak gewoon slecht weer en het is heel vrij qua materiaal. Je moet er zo snel mogelijk van A naar B en zie zelf maar hoe je dat gaat doen. Dus dat vind ik heel tof. Wat maakt een strandfiets nou uniek? Want iedereen rijdt toch op een speciale soort fiets. Huppatee. Dit gaat hem worden. Dus we gaan van een normale mountainbike gaan we strandfiets bouwen. Nou, een normale mountainbike. Ik heb weinig mountainbikes gezien met zo'n kek kleurtje. Kijk, mijn doel is eigenlijk om voor zo min mogelijk geld een strandracer te bouwen. Maar waar moet ik beginnen? Ik wil wel competitief zijn. Ja, er zijn allemaal verschillende soorten fietsen. Sommige rijden met een wegstuur, met een rechtstuur of met een allerlei opties ertussenin. Maar de dingen die wel overeen komen tussen alle fietsen is dat een vaste voorvork ideaal is. Omdat dat lichter is en een vering gaat kapot op het strand. De banden zitten wel iets verschil in, maar uiteindelijk rijdt iedereen voorin op de Swole G1 Speed. En een groter verzet dan de gemiddelde mountainbike die je ziet. Omdat we met meewind met echt gigantische snelheden over het strand gaan. In principe ben je al klaar. Je kunt een strandrace rijden met een mountainbike. Maar ja, je kunt het zo gek maken als je wil. Ja, waar je het grootste verschil kunt maken, dat zijn banden. Ja. Want dit zijn natuurlijk gewoon echt mountainbike banden. Ja, voor het strand is het niet wat je wil. Nee. Maar misschien wil je die strandbanden ook op een iets breder veld hebben. Want? We gaan met een superlage druk rijden. Ja. Dan wil je zoveel mogelijk stabiliteit in je band hebben. Ja. Dus een bredere velg gaat je band minder als een ballonnetje staan. Ja. En wordt die iets steviger. Dit zijn de geheimtjes, hè? Dus we mogen hier niet te veel over doorpraten. Maar... als we het over lage druk hebben, over hoe lage druk hebben we het dan? Ja, dat is natuurlijk voor iedereen, heeft daar zijn eigen kijk op. Maar het is in ieder geval minder dan een bar. Minder dan een bar? Ja. Dat is echt eng weinig licht. En nu, kijk, ik moet natuurlijk een beetje wat bekennen, want we hebben natuurlijk wat voorwerk gedaan. Hè? Dus hier, hey! Zo, wat een toeval. Kijk maar naar het verschil. Je gaat dus van de nopjes echt naar helemaal niks. Ik wil competitief zijn, hè? Ik wil niet een keer een strandrace rijden. We gaan een heel seizoen fietsen. Dus dan moet die vork er ook af. Ja, ja, want die ga je alleen maar slopen. Dan komt er allemaal zout tussen, dus dat is hartstikke zonde van je mooi materiaal. Ja, we moeten wel omzetten, dat heb ik nog nooit eerder gedaan. Ja, je moet even klussen. Ja. Ik mag aan de slag. Ik zeg altijd dat ik heel erg goed onderhoud kan, maar ik word nu wel... Dat gaan we dan nu zien, Douwe. Ik ben heel benieuwd. Nou, ik ben dus echt niet netjes. Een groot probleem. We gaan nu een mountainbike om mountainbiken, hè? Kan jij dit allemaal? Hoe moeilijk kan het zijn, hè? Er is maar één manier om erachter te komen. Hoppa, kijk eens. Ja. Hup. Zo. Ja. Oh ja, dat voelt beter. Ja. En dan is het dus weer een kwestie van die klemring. Eén vaste vork. Ja. Ja, het is niet meer helemaal een mountainbike, maar het is ook niet helemaal een gravelbike. Zo. En dan moet er nog een nieuwe ketting op.
Nou, wat ik in mijn korte ervaring als strandracer al heb geleerd, is dat olie heel veel zand aantrekt. Dus ik dacht, ik probeer nu een gewakste ketting. Dat trekt hopelijk wat minder zand aan. En wat je dus zo ziet, nu gaat er zo'n 44 op, 44 blad. En als je met deze ketting is, waarschijnlijk gewoon te kort. Abba! Hoezo is het niet van. Hoezo is dit voor ongein? Zo hoort het. Of losschieten. Nu hebben we. Ja, Martijn, ik wil eigenlijk sowieso niet dat je dit vindt. Maar ik weet nu niet meer wat de uit de volgorde is, Tijn. Ik moet even spieken bij een andere fiets. Dit is de meest stressvolle die ik ooit heb gedaan. Gelukkig staat er geen kamer op. Oh. Nou, we laten mij even lekker verder stuntelen. Tijd voor een woordje van de sponsor Laka. Want wist je dat je bij dit soort builds die ik nu aan het doen ben, je fiets ook gewoon verzekerd blijft? Bij Laka kun je eenvoudig verbeteringen zoals een vaste voorvork of wielset mee verzekeren. Niks geen gedoe dat je dekking vervalt als je aan je fiets sleutelt. Bij Laka is je fiets als enige verzekeraar in Nederland ook tijdens wedstrijden en evenementen verzekerd. Dus eigenlijk is dit een onmisbaar onderdeel van je dream build in je seizoen. Ik kijk naar jou, hè. Onverzekerd met je fietsrijden. Man. Met de variabele premie betaal je nooit meer dan een vooraf bepaalde waarde. En zijn er een maand minder schadeclaims? Nou, dan betaal jij ook gewoon minder. En fiets je een tijdje niet? Dan zet je alles toch even lekker op pauze. Bereken nu je premie door middel van de link in de beschrijving hieronder. En krijg van mij de eerste maand gratis met de code DOUWEDOET. Dat is laka.co/douwedoedingen. Wie ben ik? Ik ben Jules de Kok. En ik ben Nederlands kampioen strandracer. Ah, dat is toch wel heel mooi om te kunnen zeggen. Ja, dat is heel leuk, ja. Ja, daar ben ik heel trots op. Ja, nou, ik heb eerst, zoals iedere wielrenner in Nederland, clubcompetitiewedstrijden gereden op de weg. Maar ik ben pas heel laat begonnen met fietsen, dus ik ging letterlijk en figuurlijk vaak op mijn bek. Ja, en dat vond ik, dat was heel lastig. En toen ging ik strandracen en toen merkte ik van, hey, dit is echt gaaf. Je gaat hier niet op je, zeg maar, als je op je bek gaat, dan gebeurt er niks, dan lig je in het zand. En het is gewoon veel meer ieder voor zich. Dus als je tactisch niet zo sterk bent, kun je toch een prachtige dag hebben, omdat je gewoon als een malle moet rijden. Dus toen kwam ik erachter van, hey, ik kan toch wel best wel een beetje fietsen. En toen ben ik daarin stapjes gaan maken en steeds beter geworden. Piet, die pakte dat op. Vorig seizoen samen met Thijs Zonneveld heel veel koersjes gereden. Daar heb ik er heel veel van geleerd. Zagen we tijdens het seizoen dat iedere wedstrijd, ook die samenwerking, beter werd. En in het NK viel alles samen. Sjoel rijdt zo hard het hele jaar. En vandaag deed hij gewoon alles perfect. En reden we als team echt perfect. En dan is de koers heel leuk. Ja, genieten. Eigenlijk vanaf het begin al. Het was, ik draaide met een van de eerste het strand op. Ja, vanaf dat moment heb ik overal bij gezeten. En gewoon vanaf het begin gassen kunnen geven. Dat is hoe ik het liefst heb. Ja, heerlijk. Ik heb nu al zin om in een mooi tenuutje te gaan trainen. En volgend jaar de eerste strandraces hierin te starten. Jij meet je wel als, tussen aanhalingstekens, normale sterveling met de allerbeste wielrenners van de Nederland. En misschien België er ook bij. Je hebt net de pannen gefietst. Ja. Dan rij je gewoon met World Tour Proofs. Ja. En dan word je zevende. Ja. Ja, maar ik zie mezelf inderdaad niet als profwielrenner. Want maandag, zondag is het koers. En maandag zit ik gewoon bij Scope achter mijn bureau. Ja. Ja. Zeg maar, er zijn veel meer variabelen Wat invloed heeft op de wedstrijd. Waar je allemaal rekening mee moet houden om mee te kunnen doen om te winnen. Dat is echt heel lastig. Maar dat is het leuke, zeg maar. Wat je ziet, dat er zijn wedstrijden waar dan echt World Tour profs meekomen doen. Maar die hebben het behoorlijk lastig om zo'n wedstrijdje te winnen. Ook al trappen die jongens misschien gewoon een gigantische wattages. Maar strandrace is echt een specialisatie. Ja. Waar je gewoon ziet dat de jongens dat heel goed kunnen, die dat helemaal hebben geoptimaliseerd en weten wat ze moeten doen. Ja. En dan heb je een gigantisch voordeel ten opzichte van jongens die gewoon lomp hard kunnen trappen. Ja. Zoals de gemiddelde World Tour prof, ja. Status update. Ja, we hebben hem bijna in elkaar.
Nou, we hebben de remmen vervangen. Dit loopt weer, dit zit er weer in. Nu moet het voorwiel er nog in en het stuur erop. En de vaste vork moet worden afgezaagd. Anders fietst het een beetje gek. Komen al die houtbewerkingslessen vroeger op de vrije school toch nog wel van pas? Nummer 3. We zien wel een beetje kompassen tussen doen. Ja, misschien wel, hè? Brand new! Brand new! Van Dynamic. Jules zoekt nog een mechanieker sponsor. Ja. Hebben jullie die vork zelf ingezet? Ja. Ja. Hebben jullie alle dingetjes op de juiste plek gezet? Want ja. Dit maar net draaide die heel mooi. Ja. Hier moet nog een onderdeeltje. Wat ik net zei over ik kan heel goed mechanieken. Dat was een leugen. Ik heb gejokt. Heb je alvast een mechanieker te houden? Mijn moeder. Ja, je moeder. Kijk jij deze video en lijkt het je leuk om iedere week op pad te gaan met Douwe? Om te sleutelen aan zijn fiets? Reageer even hieronder. Ik kan echt wel door de grond zwaaien. Yay. Oké, nu mag ik niet bewegen. Dit is een stuur waarbij je nog iets aerodynamischer kan zitten. Je kan je handen hier vastpakken, waardoor je frontale oppervlakte iets kleiner kan maken. En dit is nog niet verboden. En zo komt er na meer dan 4 uur sleutelen een einde in zicht en mag ik mij eigenaar noemen van deze topcompetitiewaardige strandfiets. Nou, kijk dit bakbeest, joh. Wat een vette fiets. En zo bouw je dus zonder moeite een strandfiets. Zonder moeite? Met moeite een strandfiets, als je het allemaal zelf wel probeert te doen. Maar serieus, hè? Dit is, ik denk, voor onder de €500 bouw je motorbike om tot strandfiets. En dan kan je nog veel breder trekken natuurlijk. Ik heb er bredere velgen in gezet, zodat je nog wat meer volume in de banden kan werken. Ik heb een langere negatieve stuurpen erop gezet. Maar ja, dit was €30, dus dat is ook niet de moeite. Maar dat moet je kunnen. Zadel heb ik helemaal naar voren gezet, dat moet je ook kunnen, dat moet je ook lekker vinden. En het strandstuur dus, om iets aerodynamischer te zitten tijdens de wedstrijden. Wat een apparaat, joh. Wat een metamorfose eigenlijk ook. Hij is ook top. Hij is echt heel mooi. Hij is wel top. Ja, ik ben heel blij met het kleurtje. De hele bouwlijst staat in de beschrijving. Dus als je wil weten waar je moet beginnen, dat staat hier onder allemaal. De Exceed begint al vanaf €1600. Dus als je het heel cheap speelt, heb je voor €2000 strandfiets. Of je pakt je bestaande motorbike, dat kan ook. Oké, ik kan echt niet wachten om te gaan fietsen. We moeten echt gaan rijden. Ik krijg nog even een lesje. Het is een goed ding om de lessen te leren van Katwijk. En dan ben ik hopelijk voor de volgende wedstrijd wat beter. Probeer je dan ook veel te trainen op de strandfiets? Buiten het strand of van de tegen? Zoveel mogelijk. Eén, om precies in deze positie te trainen. Ja. Maar ook om gewoon te wennen aan hoe die fiets stuurt. En je blokjes ook precies in de houding doen zoals je ze in koers moet doen. Ja. Jij hebt natuurlijk wel echt een houding, dat kan ik nu niet heel goed laten zien. Maar hij heeft er een heel klein stuurtje op, een heel smal stuurtje. Ja. Dus heb ik een opzetten voor aerodynamica. Ja. Maar dat zorgt wel voor dat je in de technische stukken, dat het soms wel een beetje lastiger hebt. Ja. Maar het kan wel met een smalle stuurtje. Ja. Nou, we moeten hierin. Ja, daar zo in. Oké. Hier treedt de Nederlands kampioen. Huppa. Nou, nu moeten we het hele theorie gedeelte weer in de praktijk brengen. Dat vond ik nog wel zo handig. Ik heb natuurlijk heel veel geleerd bij Katwijk.
toch nog wel even, nu ik de kans heb om wat tips te vragen aan de Nederlandse kampioen, dat zou ik dat wel graag willen doen. We hebben hier 3 vierkante meter strand. Dat is waar we het moeten doen naar Eindhoven. Ja. Allereerst bandendruk. Daar heb ik een gadget voor. Ja. We gaan niet vertellen. Want als ik nu iedereen ga vertellen wat de juiste bandendruk is. Iedereen fietst me er al af, maar dan fietst echt iedereen me af. Dus ja, dat is... ik wil graag een... Oh, ik denk dat ik nu al te veel uit heb gehaald. Ik heb ook een pompje bij. 0,33. Ja, dit is te weinig. Dit is te weinig. Ja, 0,33 is dus te weinig. Ja. Het is een hele grote band, dus er gaat heel veel lucht in. Ja, maar je hoeft ook niet zoveel druk. Als iemand het getal raadt... Hoe zwaar ben jij, Douwe? Wat is dit nou voor een grove vraag? Ik weeg op dit moment 71 kilo. Oké. Nou, daar zit er zeker genoeg lucht achter. Ik heb het gevoeld en het is goed. Het is goed? Ja, nee, ik heb nu kijken. Ja. Nee, maar je bent een lichte jongen. Dankjewel. Voor de strandruiders. Ja. Voor een klimmer ben ik verdomd zwaar. Doe nou nog eens een rondje, want dit ga je echt voelen. En na een stuk of 13 rondjes over de 3 vierkante meter strand met mijn nieuwe geheime bandendruk, is het tijd voor het echte werk. Oké, met snelheid er doorheen. Gewoon met snelheid door dit ding heen. Dit is als je dan hier een beetje die lijn hier door die zooi heen pakt. Ja, op het strand rij je meestal met echt debiele snelheden het mulle zand in. Vooral als je wind mee hebt. Dus dat gaan we nu simuleren door zo hard mogelijk hier doorheen te rijden. En dan hoop ik een beetje van dat shock effect af te komen, denk ik. Als het lastig wordt, dan moet je harder trappen. Dat is de key eigenlijk. Dus stoer uitziet. Ja. Eerlijk antwoord? Nee. Het ziet er echt ongelooflijk stoer uit. Oh ja, geweldig. Echt fucking vet. Nee, maar even zonder grap, hè. Sjoe heeft me net al best wel veel geleerd. Eigenlijk wat er in Katwijk gebeurde is dat je gewoon heel veel last hebt van je startpositie. En dat ik best wel rustig was gestart. Alleen je moet alles op alles zetten in die eerste 5 minuten. Want het is zo belangrijk in welke waaier je zit. Kijk, als je op een gegeven moment in waaier 4 zit en de groep ervoor rijdt echt 40 seconden daarvoor, dat ga je niet meer dichtrijden. Dus je moet er echt voor zorgen dat je zo goed mogelijk in het begin zit. En nou ja, dat is toch wel een tipje van koning Strandreis. Dit loopt helemaal van de rails, maar dit is hem dus. Eindelijk de juiste fiets voor het seizoen. Ik ga een paar weken heel goed trainen. Op naar Wijk aan Zee. Hey, Sjoel, bedankt hè! Ja. Allright, tot de volgende.